Dit najaar kunt u heerlijk nazomeren in Singelaren aan de hand van de Franse schilder Henri Le Sidaner. Hij neemt u mee door zijn geliefde Frankrijk van Normandië tot aan de Côte d'Azur. Henri Le Sidaner begint eind 19e eeuw in Noordwest-Frankrijk te schilderen. Op een realistische manier schildert hij de plaatselijke bevolking, zoals dit schilderij van een aantal weesmeisjes, op een bijna mystieke, heel ingetogen manier. In Parijs sluit Le Sidaner zich aan bij de symbolistische beweging. En ook onder invloed van Monet schildert hij prachtige series vrouwenportretten. In Parijs schildert hij ook Les Nuits de Paris, een aantal nachtgezichten van de Place de la Concorde. En die prachtige werken laten zien dat hij zeer geïnteresseerd is in de werking van het licht bij nacht. Na 1900 bepaalt Le Sidaner zijn definitieve onderwerp waar geen mensen meer in voorkomen. Maar hij schildert de bijna magisch verstilde sfeer, kleine inkijkjes in dorpjes en steden waar alleen maar verlichte raampjes nog de aanwezigheid van de mens suggereren. Het ultieme paradijs vond Le Sidaner in het middeleeuwse dorpje Gerberois, waar hij niet alleen zijn huis en zijn tuinen vol pracht en praal maakte, maar het hele dorp knapte die op en het werd een van de toeristische trekpleisters in Frankrijk. Le Sidaner's grote specialiteit zijn de prachtige gedekte tafels, binnen en buiten. Het is alsof de gasten net zijn opgestaan. Schuift u aan en voel u als een god in Frankrijk in Singelaren.